Ben jij wel eens op zoek naar een leuk, lekker, gezond cadeautje voor een vriendin of een collega? Dan wil ik je vandaag even voorstellen, misschien ken je het al, maar waarschijnlijk ook nog niet, aan perilla-olie. En perilla-olie is een olie waar nog maar weinig mensen over gehoord hebben. Dat komt namelijk omdat je perilla-zaden niet kan eten. Ze kunnen er alleen olie van persen. Nou, zonnebloem en pompoenpitten kunnen ze natuurlijk, hè, die kennen we allemaal omdat we de pitten kennen. En we kennen ook de zonnebloemolie en pompoenpittenolie. Maar perilla-olie kennen nog niet zo heel veel mensen. En waarom ik zo enthousiast ben over perilla-olie is omdat het echt hoort bij een van de gezondste oliën die je kent. Het is namelijk een hele krachtige omega-3-olie. En omega-3 is een olie wat we vaak tekortkomen. Vaak hebben we best veel omega-6 in onze voeding zitten, maar te weinig omega-3. Misschien ken je omega-3 wel van het eten van vette vis, hè, zalm, makreel of visolie. Het wordt ook nog wel eens als supplement aanbevolen. Algeolie bevat ook heel veel omega-3. Maar je kunt het dus ook in je voeding gebruiken als perilla-olie. Walnoten en lijnzaad bevatten ook omega-3, maar perilla-olie bevat nog veel meer omega-3 per zeg maar, gewicht dan walnoten en lijnzaad. En waarom ik er zo enthousiast over ben, is omdat er verschillende smaken zijn gemaakt door Aman Prana. Ik beveel niet graag of gauw echt hele specifieke merken aan, maar in dit geval doe ik het wel, omdat ik hier zo enthousiast over ben. En dit is hun Eicosan perilla-olie. Dat heeft een blauw labeltje. En hier zitten onder andere kaneel en kruiden in. En dat maakt deze olie heel erg lekker. Ik gebruik hem wel als ik bijvoorbeeld wil ontbijten met warme appeltjes. Giet ik hem over warme appeltjes heen. Ik giet hem over een fruitontbijt. Ik giet het over bijvoorbeeld een bananenpannenkoekje. Ik giet hem over salades. Hij heeft een klein beetje een zoetige smaak. En daar hou ik toch nog steeds wel een heel klein beetje van. Maar ze zijn best kostbaar. Zo'n grote fles is meer dan €40, geloof ik, op dit moment. Dus je koopt hem niet zomaar. Overigens zijn er ook kleine flesjes te koop van 100 milliliter. Dus zou je het eens willen proberen, kijk dan eens of je zo'n klein flesje kan vinden. Online zijn ze uiteraard allebei heel goed te koop. Maar het is denk ik ook een leuk cadeautje, ja, voor een vriendin of iemand die bezig is met gezonde voeding en dit nog niet kent, dit product. Vandaar dat ik er even een videootje over wilde opnemen. Eicosan perilla olie. Heel erg lekker, heel erg gezond en het kan je helpen bij de omschakeling van glucoseverbranding naar vetverbranding. Daar heb ik al veel over geschreven, onder andere in mijn boek Eet Meer Energie. Ik heb er ook verschillende video's over gemaakt, dus wat mij betreft hoort Eicosan perilla olie in iedere keuken te staan van een energieke vrouw. Misschien ook een cadeautje voor jezelf? Een keer?